of vliegen als echte vogels, die zetten we in de vogelverjaging om andere vogels weg te jagen. Wij maken roofvogels. Andere vogels denken dat die echt zijn door hoe ze eruit zien en door hoe ze vliegen. En daarmee kunnen we vogels verjagen uit gebieden waar je ze niet wil hebben. Dus je hebt bijvoorbeeld luchthavens, dat begrijpt iedereen. Maar bijvoorbeeld ook afvalverwerkingen, havengebieden, in de land- en tuinbouw, in de fruitteelt. Nou, daarin kunnen vogels voor heel veel overlast zorgen en dat kunnen wij oplossen. Het begon voor mij tijdens mijn studie, tijdens mijn afstuderen. Mijn professor gaf me een soort vroeg prototype en daagde mij uit met de opdracht van kijk eens of je het beter kan maken. En ik zag daar heel veel mogelijkheden, ben daar ingedoken en toen al heel snel het bedrijf opgericht. Dat was eind 2012. Vooral gericht op het beter maken, het produceerbaar maken en natuurlijk uiteindelijk de inzet in vogelverjaging. Wij zijn al in een heel vroeg stadium bij Materialize terechtgekomen. Begin 2013 zaten we bij elkaar, toen de tijd nog met z'n drieën. En hadden we zoiets van, we willen eigenlijk uitzoeken of 3D-printing van pas kan komen in onze manufacturing methode. Dus niet meer als rapid prototyping, maar echt als rapid manufacturing. Want 3D-printing geeft heel veel vrijheid om die prachtige vogelvormen na te maken. Toen gingen we op zoek naar bedrijven die dat kunnen. Nou, eigenlijk kwamen we heel natuurlijk bij Materialize uit, omdat ja, het is toch een van de grootste spelers en het stond ontzettend goed aangeschreven. En jullie reageerden heel positief op wat wij aan het doen waren. Toen zijn we met Materialize in contact gekomen. Hebben we eerst gekeken van nou, wat zijn eigenlijk allerlei materiaaleigenschappen. Daar hebben we ook allemaal tests voor gedaan. En voor ons ging het uiteindelijk om dingen als reproduceerbaarheid, marges, sterkte van het materiaal. En dat zijn we samen gaan testen en daar is uiteindelijk een prachtige vogel uitgekomen. De grote voordelen van 3D-printen voor ons zijn vooral de vrijheid in de vormen die je kan maken. En het feit dat je heel snel aanpassingen kan maken aan je model. En dat je het op die manier dus echt als rapid manufacturing kan gebruiken. Wij hoeven geen moeilijke mallen te maken waarbij dus het ontwerp vervolgens vaststaat. Want die mal kan je niet meer aanpassen. We kunnen heel gemakkelijk nog kleine aanpassingen maken aan de vorm, aan de interne structuur, aan hoe bepaalde dingen bijvoorbeeld in de vogel opgehangen zitten of vastgemaakt worden. En dat 3D-printing geeft daarin een enorme vrijheid. De toekomst van Clear Flight Solutions zit aan de ene kant in natuurlijk het operationeel brengen van wat we doen. Dus op steeds meer luchthavens, op steeds meer plekken zul je onze vogels zien die andere vogels wegjagen. Aan de andere kant, als je kijkt naar de technologische ontwikkeling, dan werken wij toe naar autonomie. En dat betekent dat de mens niet meer nodig is om dat ding te besturen. Dus dat onze vogels zelf weten waar ze zijn, zelf hun hele omgeving kennen, zelf op zoek kunnen naar vogels en die kunnen zien en daar zelf achteraan kunnen jagen. Daarnaast zullen we steeds meer vogelmodellen gaan ontwikkelen. Dus we zullen steeds andere modellen gaan tekenen en printen. En die samenwerking met Materialize blijft daar voor ons heel belangrijk in.